Het is niet bekend hoeveel drugs er nog onder de radar blijft, maar het is mogelijk dat er nog veel grote partijen drugs in het land zijn die de justitiële autoriteiten nog niet onderscheppen. Dit vertelde Judith Drachtenstein, waarnemend hoofdbestrijding zware criminaliteit, gisteren bij de verbranding van drugs op het politieterrein te Kraka. We hebben geen statistieken, maar het is op persoonlijk titel. De mogelijkheid is niet uitgesloten, ja. Dat er een grote hoeveelheid drugs hier in Suriname aanwezig zijn. We kunnen drugs niet bestrijden, we kunnen het wel minimaliseren. Maar dat er drugs is in het land, weten we al sinds jaar en dag, is niet iets van vandaag. Maar we doen ons best met behulp van buitenlandse informatiediensten. En daar komen we wel een grote partijen tegen, ja. Drachtenstein zegt verder dat de Drug Enforcement Administration en ook andere bevriende naties informatie doorspelen aan de justitiële autoriteiten. Hierdoor kan er veel illegale drugs worden onderschept in Suriname. Waarom ons land zo belangrijk is voor de drugsmokkelaar is volgens Drachtenstein nog onduidelijk. Zeker van zijn dat dit niet de laatste keer zal zijn. Op een of andere reden is Suriname erg aantrekkelijk voor drugscriminelen, ons heel Caribisch gebied. Suriname is geen eiland, dus dat er drugszaken hier gedaan worden en of gevonden kan worden, is alledaags. Maar ik weet zeker dat, we elkaar meerdere keren hier zullen ontmoeten. Het is voor dit jaar de derde keer dat drugs is verbrand te Kraka. Gisteren is er in totaal 519 kilogram cocaïne verbrand. In de eerste week van mei is er ruim 1500 kilogram vernietigd. De laatste grote vangst is in juni gedaan. Het gaat om 486 kilo cocaïne die te Cayman Gracie is onderschept.